een van de merkwaardigste takken van nijverheid die met het rietsnijden Puttershoek tot een nationaal en bijzonder centrum maakt, is de winning van zoete en zoute biezen. De teelt heeft plaats op de slikken en garzen van de rivier- en zeearmen die aan het getij onderhevig zijn. In de oogsttijd vertrekken de biezensnijders iedere maandagmorgen in alle vroegte naar de garzen om eerst vrijdagsmiddags daarvan terug te keren. Terwijl de vaart naar de garzen aan de Oude Maas, het Hollands Diep, het Spui, het Vuile Gat of het Haringvliet, ondanks het vaak zeer ruwe weer, vlot en veilig verloopt, zitten de biezensnijders lekker in de luwte te praten en te roken of ze dommelen nog wat. Eenmaal de Barendrechtse brug en het Spui gepasseerd, kijken de biezensnijders reeds uit naar hun werkterrein aan het Haringvliet. Bij laagwater moeten zij met roeiboten naar de slikken worden gebracht. En vandaar soppen zij dan verder met hun lieslaarzen aan en met de proviant voor een hele week op de rug. Blijft op de rivier wachten. Tijdens het bezoek aan de garzen geniet allereerst het te oogsten gewas alle aandacht. De geus controleert de kwaliteit van de biezen. Maar ook de jonge aanplant wordt grondig in ogenschouw genomen. Deze houdt reeds goede beloften in voor het volgend jaar. Het getij regelt hier het werk. De biezensnijders leven en werken onder primitieve omstandigheden. Desnachts en bij slecht weer vinden zij slechts beschutting onder de huiken van hun aakjes. Het is een hard bestaan. Maar de verdiensten zijn goed. Voor velen in Puttershoek is deze cultuur een bron van inkomsten. Voor ons land heeft zij betekenis als deviezenbron. Terwijl de arbeid op de garzen voortgaat, voeren de motorschepen de geoogste biezen regelmatig af naar Puttershoek. Aanvoer en overladen op wagens gaat in die periode vrijwel onafgebroken voort. En dit veroorzaakt een grote drukte in en rond de haven. En de overige biezenweiden wordt de oogst tegen stellingen van grindhout te drogen gezet. Zon en wind doen hier nu het werk. Maar straks,
Als de biezen gereed zijn voor export, gaan er zendingen naar de stoelenmatters in België, Duitsland en Engeland. Het kweken van biezen kweekt deviezen. Een slagzin voor Puttershoek.